Thomas en Yannick, Antwerp-Anderlecht op een uitverkochte Bosuil. Ja, Yannick, zeg het maar. Nee, maar het zal sowieso plezant zijn, want Antwerp thuis, die gaan vol voor die derde plaats. En sowieso zal het veel sfeer zijn. Nu, ik weet niet of we op tactisch vlak heel veel gaan zien. Anderlecht is zichzelf nog een beetje aan het zoeken. Antwerp heeft dan een moeilijke wedstrijd gehad afgelopen weekend tegen Genk. Zullen we dat toch moeten van bekomen? Anderzijds, op de Bosuil kunnen ze ook wel iets extra's met die supporters erachter. Het zal een spannende strijd zijn voor die laatste Europese tickets. Mm-hmm. Die Verscharen, opnieuw de uitblinker, de held van de supporters bij Anderlecht. En ook verkozen tot belofte van het jaar. Ja, verdiend en terecht, denk ik. Eerlijk gezegd, ik denk 6 maanden geleden hadden we nog niet over hem gehoord. En nu draagt hij een ploeg als Anderlecht. Dat wil toch veel zeggen. Dus hij verdient dat helemaal. En ik denk ook niet dat het een type is die ineens zal beginnen zweven met die titel of zo. Hij gaat gewoon hard blijven werken. Het lijkt me een bescheiden jongen. Dus dat is heel belangrijk op deze leeftijd. Als hij zich zo kan blijven verder ontwikkelen, dat Anderlecht dan wel binnen een paar jaar te klein zal zijn voor hem. Bornau niet geschorst voor die match, belangrijke factor? Ja, ik denk het wel. Samen met Kara is het toch belangrijk voor de stabiliteit achterin. Zeker als ze wat hoger gaan spelen. Ze zijn het gewoon dit seizoen al om samen te spelen. Dus het is ook iemand die wel wat leiding kan geven aan zijn defense. Hij kan een beetje alles. Hij is heel polyvalent van achter ook. Dus een belangrijke zaak dat hij aanwezig zal zijn. Ja, ja, Per Zetterberg die zei, wij moeten ons een beetje spiegelen aan Genk. Wat de transfers betreft dan toch. Ik denk wel dat een goede keus kan zijn. En het leidt tot succes. Hè. Voorbijgaande jaren heeft Genk misschien te snel wat spelers verkocht, zoals in Didi, Bailey. Ik vind dat wel goed dat Zetterberg zoiets durft zeggen, want een paar maanden of jaren geleden had niemand tegen Anderlecht of op Anderlecht durven zeggen, we moeten doen zoals Genk. Nu beseffen ze in welke situatie dat ze staan. Antwerp mikte of droomde nog van die tweede plaats eigenlijk, maar dat is na die pandoering tegen Genk natuurlijk voorbij. Het is misschien niet altijd mooi geweest wat ze deden, maar altijd heel veel enthousiasme, heel veel hart, heel veel intensiteit in wat ze deden. En ze verdienen daar te staan na 37 matchen. Ja, soms moeten ze misschien wel nog durven ietsje meer van eigen kwaliteit durven uitgaan en ietsje aanvallender spelen. Oké, pronostiek voor die match Antwerp-Anderlecht. 1-1. Gelijkspel? 2-1.